Het mogen duidelijk zijn, ik ga nog niet met pensioen. Ik moet zeggen, de reacties op de video, zit er nog iemand op de stripvlogger te wachten, waren overweldigend. Ik heb volgens mij nog nooit eerder zoveel reacties op één enkele video ontvangen. Deze video is ook echt binnen een week tijd of zo 900 keer bekeken. Wauw, mind blown, echt fantastisch. Dank jullie wel. Ik ben echt helemaal overweldigd. En ook wel ontroerd door alle reacties. Ik vind dat echt wel heel erg tof. Het heeft me echt heel erg goed gedaan. Vandaar dat ik ook inmiddels weer al een paar video's op mijn kanaal heb gezet. Zoals jullie gezien hebben. Nou moet ik er wel bij zeggen. De laatste video die ik gepost heb. De Technovaders. Dat is een video die ik eigenlijk een beetje aan het begin van mijn... Laat ik het maar even een soort burn-out periode noemen. Die heb ik gemaakt om een paar redenen. Ik wilde toch heel graag... een video maken. Ik was net bezig gegaan met een nieuw softwareprogramma, DaVinci Resolve, waar ik tegenwoordig mijn video's mee monteer. Fantastisch programma, alleen ja, om dat te leren moet je natuurlijk wel materiaal hebben. Daarbij wilde ik een keer iets anders proberen. Ik wilde een script gaan maken, want ik denk van weet je wat, dan doe ik een script. Misschien kan ik dan wel de video's sneller maken. Helpt dat mij? Niet dus. Echt tegenovergestelde. Ik ben daar echt ontzettend lang mee bezig geweest. Het werd een hele knip- en plakboel van... allerlei stukjes opgenomen en stukjes filmen en dat aan elkaar plakken. En wat technische problemen erbij, dat heb je ook kunnen horen. Er zitten wat geluidsprobleempjes in de video. Maar ik had zoiets van, ja, ik heb er zoveel tijd in gestopt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het ook wel een tof boek. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, dan ga ik hem toch gewoon delen. Het is geen perfecte video, maar het hoeft ook niet perfect te zijn, gelukkig. Dus ik ga niet met pensioen. Maar ik zit op dit moment wel in limbo. Dan denk je misschien even, limbo, ga je dansen? Waar is die stok waar je onderdoor gaat? Die Caribische dans. Dan heb je ook nog limbo. Voor de katholieken, die snappen dat misschien wel even. Die hebben zoiets van, oh ja, dat is het voorgeborgde. Dat is ook iets wat tegenwoordig niemand meer gebruikt, dat woord überhaupt. Maar dat is dus de plaats tussen de hemel en de hel. Ja? Je weet niet, ga je naar boven, ga je naar beneden, dat weet je even niet. Dat is ook limbo. Nee, ik heb het even over een andere limbo. I drop in a limbo. Are you serious? Limbo? Unconstructed dream space. Well, what the hell is down there? Just raw, infinite subconscious. Nothing is down there. Except for whatever might have been left behind by anyone sharing the dream who's been trapped there before. Which in our case, is just you. Well, how long can we be stuck there? Can't even think about trying to escape until the sedation how is long? Eased. Yusuf? Decades, it could be infinite, I don't know. Ask him, he's the one who's been there. Die beschrijving komt wel heel erg in de buurt van dit boek. Onbewerkt, oneindige onderbewustzijn. Dat is wel een klein beetje een beschrijving die wel een beetje zou passen bij dit werk, Limbo. Van Stefan Lauwers. Ik heb hem een aantal jaren geleden een keer op een beurs gezien. En ik zag hem bezig en hij was aan het tekenen. En ik had zoiets van, oké, gaaf, een enthousiaste gast. Een paar keer even kort, heel kort even gezien. En ik had al zoiets van, ik ben wel benieuwd, wat voor werk maak jij? Nou, uiteindelijk kwam ik erachter dat dit zijn debuut is. Het interessante is, hij is in 2013 is Stefan aan een opleiding begonnen, grafisch ontwerp. In 2018 is hij afgestudeerd en hij heeft een masterproef gemaakt en dat werd dit boek. En dat is uiteindelijk bij uitgeverij Oogachtend uitgebracht als zijn debuut. En daarnaast, inmiddels, is er ook nog een tweede deel uit. En inmiddels is er ook nog een derde deel uit. Lux in Tenebris, oftewel mooi Latijn voor licht in de duisternis. Vox Aquarium. Daar kon ik eigenlijk geen Nederlandse vertaling voor vinden. Want Fox is stem, aquarium, denk ik even aan water. Stem in het water, zullen we even zeggen. En de laatste die net uit is Legato. En daar ben ik gewoon echt vergeten van te kijken of dat ook nog een betekenis heeft. Dus als die betekenis heeft, dan zie je hem in beeld. Want ik heb mijn huiswerk niet goed gedaan voor deze video, blijkbaar. Ik moet deze video heel eventjes onderbreken. Want ik zit op dit moment in de montage van Limbo. Wat natuurlijk een prachtige... Nou ja, twee heb ik er al van gelezen, maar ik ga ervan uit dat die derde net zo mooi is. Een prachtig drieluik is. Maar ik vergeet één heel belangrijk ding, dat er binnenkort nog een stripalbum van de hand van Stefan Lauwers gaat verschijnen. Die hij samen met scenarist Johan van der Velden maakt. Namelijk Moan of Moon. En die komt uit bij Menlu. En ik moet zeggen, de cover ervan ziet er alvast heel gaaf uit. Dus ik ben wel heel benieuwd daarnaar. En ja, dat mag natuurlijk niet ontbreken in deze video. Dus vandaar dat ik hem heel even onderbreek. Om dit nog eventjes aan jullie te vertellen. Oké, tot zover de onderbreking. Verder met de video. Oh ja, en buiten die prachtige boeken die Stefan maakt, is hij ook nog eens een keer muzikant. Dus hij is van alle markten thuis wat dat betreft. Maar ik wil toch
heel eventjes duiken, bijna letterlijk even duiken in Limbo. En dan vooral even in dat eerste deel. Dat heb ik een tijd geleden gekocht omdat ik nieuwsgierig was. Dat tweede deel heb ik op een gegeven moment van Michael Minnebo gekregen. Maar ik had toch wel zoiets van, weet je, Limbo is zo'n bijzondere leeservaring. En je ziet het ondertussen al, hè, wat je kan verwachten. En een van de belangrijkste dingen die je waarschijnlijk ziet, of eigenlijk gewoon niet ziet, dat is tekst. Het is een hele bijzondere leeservaring, dit boek. En ik ben vooral ook even benieuwd of dit papier, of dit zo is van kleur, of dat Stefan dat zo gemaakt heeft. Maar ja, je hebt eigenlijk gewoon zwart-wit tekeningen. En ja, dat geeft een heel bijzonder gevoel. Wat ik hier zo mooi vind, is even dat er op deze twee pagina's heel mooi even met licht en donker wordt gespeeld. Want je ziet hier dat donkere gat, waar een van de jongens naartoe wijst. Hij is nieuwsgierig. Nou, dat is dus die duisternis waar in ieder geval een van die vrienden blijkbaar in gaat. En op de volgende pagina, dan zie je, je ziet ze eigenlijk allebei die kant op gaan. Maar je moet wel heel even zoeken, waar zijn ze? En dat heb je op sommige pagina's, dan is het heel duidelijk waar de personages zijn. En andere pagina's moet je toch even wat nader kijken waar het zit. Dit ook, hè? Gewoon veel zwart. Dat contrast erin, dat is heel erg mooi. Wat ik hier ook heel bijzonder aan vind, is heel even die twee jongens die hier zitten. Die zag je al op andere pagina's. Die schaduwen, die planeet hier zo. En door het boek heen verandert dat beeld. Deze setting komt een aantal keren terug. Maar er verandert langzaam iets. En dat maakt het heel erg interessant. Alleen het is natuurlijk wel een beetje lastig om dit te volgen. Want je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon geen flauw idee van wat doet hij. Kijk, hier heb je ook weer zo'n pagina. Je ziet hierboven zie je een silhouetje staan. Als je dan heel even naar beneden gaat. Kijk, daar is de andere. Dat bedoel ik. Dat vind ik zo mooi. Het hele wondere wereld. Het doet me in zekere zin een klein beetje aan Tremen van Pim Bos denken. Hoewel daar wel iets, het verhaal wel iets duidelijker in was. Het lag er daar iets dikker bovenop. Wat er nou precies gaande was. Hier moet je toch wel wat meer je fantasie gebruiken. Maar je kan hier ontzettend genieten van de tekeningen. En vooral dit vind ik gewoon een heel sterk beeld. De verbazing bij de een. En toch eigenlijk ook wel een beetje het verdriet of de boosheid. Dat wordt dus aan de lezer overgelaten wat het is als hij wegloopt. Het zou best kunnen zijn dat het boosheid is. Gezien het feit dat ze hier met elkaar aan het vechten zijn. Aan de ene kant zit er veel lege ruimte op de pagina. Veel eenvoud. Het is wat dat betreft, hè, dit is niet echt een hele drukke pagina. Andere pagina's zijn wel weer helemaal vol met allerlei details en dergelijke. Kijk, dit soort dingen. Ik vind het wel heel erg sfeervol. Ik zal natuurlijk niet echt even het hele boek door gaan bladeren. Want ik wil straks ook nog wel even van het andere boek wat dingen laten zien. Maar dan heb je wel een beetje een idee wat je, wat je gaat krijgen hier zo. En dat is wel heel erg mooi. Heel even doorbladeren. Kijk hier naar die bladzijden. Sommige bladzijden kun je echt even zoeken naar de details erop. Soms ook in het donker. Zit er net ergens iets kleins in. Dit ook, hè? Die speer hier zo dichtbij. En dan, jongens, zo. Dit is, wat dat betreft, vind ik dit wel heel erg mooi. Dit vind ik ook zo'n mooie plaat. En dan vooral deze heel eventjes. Dat vuur. Op de achterzijde staat in drie talen waar dit verhaal over gaat. Namelijk over een jongen die ziet zijn vrienden één voor één in de duisternis afdalen. Zet hij zijn eigen leven op het spel om ze te redden. Dus in twee zinnen, in drie talen, heb je het hele verhaal van dit boek. Nou, wat je ook misschien ziet, is dat het echt een prachtig hardcover boek is. Echt goede kwaliteit. Dus wat dat betreft is dat al heel mooi. Nou ja, goed. Deze ook nog even bij. Want weet je, bij het tweede deel, Fox Aquarium. Ja, de cover zegt het eigenlijk al. En ook op de achterkant weer. Even in het kort. Twee zinnen waar het over gaat.
En een beetje hetzelfde idee wel, hè? Een jongen, de jongen, is misschien de jongen uit het eerste verhaal, gebruikt de kracht van het licht om zijn vrienden samen te brengen. Durft hij ook de diepte van de duistere wateren te trotseren. Dus ook weer licht en duisternis als tegenstelling. En het is geen herhaling van zetten. Want in dit geval gaan we, nou ja, dat snap je natuurlijk al, we gaan het water in. Maar die planeet, die komt toch elke keer weer terug, hè? Het is een mooi beeld. Dus er zitten wel wat overeenkomsten in, wat eigenlijk wel laat zien dat het zich op dezelfde plek afspeelt. Maar, ja jongens. Even, kijk dit ook, jongens. Het is zo mooi. Ik vind het echt gewoon heel erg mooi getekend door Stefan. Dus wat dat betreft, ja. Het is een heel ander soort leeservaring dan dat je een boek leest met teksten. Want dan hoef je eigenlijk wat minder na te denken en wat minder moeite voor te doen. Kijk, ook weer hier, hè. Ook weer die contrasten tussen dat licht en dat donker. Heel erg mooi gedaan. Er zitten wel een paar mooie platen in. Wat dat betreft, dit ook. Dit vind ik zo prachtig. Het is, ja, het is een zwarte pagina met één persoon erin, maar zo ontzettend mooi en zo gedetailleerd ook. Prachtig. Ja, dit is wat dat betreft echt wel een boek waar je, ik zou bijna zeggen, uren naar kan kijken en kan genieten van al die prachtige tekeningen. Nou ja, ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar het derde en laatste deel, maar in ieder geval heb ik nu 2 van de 3 delen. Nou, heb jij Limbo gelezen of bekeken, moet ik eigenlijk zeggen? Wat vond je ervan? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Wat vond jij ervan? Wat vond je er bijzonder aan? Wat sprak je aan in deze albums? Laat het weten in de comments. Ik moet zeggen, ik heb hier zeker van genoten. Nou, ik hoop dat ik je nieuwsgierig heb gemaakt. Als je nieuwsgierig bent geworden, ga naar de stripwinkel. Ga ze daar eens inkijken. Houd het boek eens in je handen. Nou, waarschijnlijk raak je dan ook wel onder de indruk van het prachtige werk van Stefan Lauwers, a.k.a. Slarks. En ga je hem ongetwijfeld wel aanschaffen. Maar goed, dat laat ik natuurlijk even aan jullie over. Als je hem gaat halen, wens ik je in ieder geval heel erg veel leesplezier. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot een volgende stripvlog.